In deze video gaan we een beetje een aquarel effect maken. En om dat effect te bereiken zijn er verschillende dingen die we moeten doen. En dat ga ik natuurlijk doen op een manier dat ik altijd nog dingen aan kan passen. Laat ik beginnen met van deze laag een slim object te maken. En dat doe ik heel eenvoudig door op de laag te gaan staan, er met rechts op te klikken en te kiezen voor omzetten in slim object. Nu ga ik op deze laag een aantal bewerkingen doen en ik wil dat later ook nog een keer op een andere laag doen. Dus ik ga de laag eerst even dupliceren. Dat doe ik via hierboven en te kiezen voor laag dupliceren. En ik geef hem geen naam, ik klik gewoon op oké. OK. En deze bovenste laag zet ik even uit en ik selecteer de onderste, want ik ga met die onderste laag beginnen. Het eerste filter wat ik toe ga passen, dat is gewoon het waterverre filter. En dat vind je hierboven bij filter en dan bij de filter gallery. En dan zit het in de groep artistiek hieronder. Je hebt dan drie sliders. En laat ik eerst even de onderste twee benadrukken. Je hebt de intensiteit van de schaduw. Als je die zeg maar hoger zet, dan wordt je foto gewoon donkerder. Je schaduwen worden intenser. Dus die hou ik gewoon op nul. En bij je structuur. Wordt het allemaal iets grover, en ik wil het gewoon lekker zacht houden, dus ook de structuur houd ik op nul. Dan heb je de slider Details Penseel, en dat hangt af van je fotoresolutie. Hoge resolutie foto's vragen om andere waarden dan lage resoluties. En welke je uitkiest, dat is eigenlijk een klein beetje smaakgebonden. Ik kies in dit geval voor 9 en ik klik op OK. Het filter wordt toegepast en omdat je een slim filter hebt, komt het eigenlijk onderaan bij de laag te hangen. Je kunt het bijvoorbeeld uitzetten of weer aan. En als je dubbel klikt op het woord filtergalerie, dan ga je weer terug naar het filter en kun je eventueel aanpassingen maken. Druk je op oké, OK, wordt dat weer toegepast. Dat is de eerste stap. De tweede stap op deze laag is eigenlijk de scherpte. Als je inzoomt naar 100%, vind ik dit eigenlijk gewoon iets te scherp. Ik wil er eigenlijk net even dat scherpe afhalen. En dat doe ik door middel van een filter met vervagen. Hierboven bij filter, vervagen en ik kies voor Gaussiaans vervagen. En de waarde die je hier kiest, hoeft maar heel klein te zijn. Nu staat die op 2,9 en dat wordt eigenlijk gewoon veel te zacht. Mijn foto wordt dan wazig en eigenlijk gaat mijn effect een beetje verloren. Dus ik begin gewoon bij 0,1, de kleinste optie die we hebben. En met een pijltje naar boven ga ik gewoon. 1 tiende omhoog per keer en ga ik eens kijken waar ik uitkom. Nou, ik vind 0,4 wel aardig. Eventueel kun je nog hier de volvertoning uitzetten. Dan zie je, je origineel in de foto. En als je hem weer aanzet, dan zie je dat eigenlijk gewoon net het scherpe eraf is. Ik ga toch een tikkeltje hoger. 0,5. En ook hier geldt weer: het komt erbij als losfilter. En dubbel klik je erop, kun je het gewoon weer aanpassen. En druk je op oké OK, dan is het weer prima. En ik vind de foto door de filtergalerie toch eigenlijk een klein beetje te donker geworden. Dus ook dat ga ik aanpassen en dat ga ik aanpassen middels niveaus. En dat vind je hierboven bij afbeelding aanpassingen en dan heb je daar niveaus. En het enige wat ik eigenlijk hoef te doen is dit grijze driehoekje een klein beetje naar links te verplaatsen. En dan wordt mijn foto over zijn geheel lichter. En ik druk weer op OK. Ik heb nu de drie filters er los onderhangen. En als ik ze bijvoorbeeld allemaal even uitzet. Dan was dit dus mijn origineel en is dit tot waar ik tot nu toe al ben gekomen. Ben ik er nu? Nee, nog niet helemaal. Ik wil eigenlijk gewoon de zwarte lijntjes nog iets dikker aanzetten. En dat ga ik doen met de laag die erboven staat. Dus die laag die zet ik aan en ik selecteer hem. Ook dit is al een slim object, want we zijn immers in het begin begonnen met de laag om te zetten naar een slim object. En toen. De laag te kopiëren. Dus die eigenschap van slim object die heeft hij meegenomen. En om een soort outline te maken, om de randen te benadrukken, ga ik naar Filter, weer naar de Filtergalerie en ik kies in dat geval voor Stileer en Oplichtende Rand. En je ziet dan, alle randjes worden gewoon extra benadrukt. Nou, welke waarden je hier kiest, dat moet je een klein beetje voor jezelf uitvogelen. Ik vind de helderheid op zich wel prettig als die. Ja, als de lijntjes gewoon duidelijk zichtbaar zijn. Vloeiend vind ik ook erg prettig. En de breedte hoeft niet achterlijk hoog, want dat wordt er niet fraaier op. Dus die hou ik een beetje aan de lage kant. En ik kies voor deze waarden. En ik druk eenvoudig op OK. Nu zijn dit oplichtende randen in kleur. En ik wil ze eigenlijk aanzetten als een soort zwart-witte rand. Dus ik ga alle verzadiging uit deze kleur halen. En dat doe ik boven via afbeelding, aanpassingen. En dan heb je hier kleurtoon en verzadiging staan. En het enige wat ik doe, ik trek gewoon de verzadiging naar 0 en ik druk op oké. OK. En je ziet alle lijntjes zijn nu opeens zwart en wit. Maar ik wil het extra aanzetten met zwarte lijntjes. Dus wat nu wit is, moet zwart worden en wat zwart is, dat moet wit worden. Dus ik ga de laag omkeren. Doe ik wederom via afbeelding, aanpassingen en dan heb je hier negatief staan. En dan wordt het toch alweer een betere contour. Deze contour wil ik nog iets strakker aanhouden, dus ik ga wederom naar niveaus, bij afbeelding, aanpassingen en niveaus. En ik schuif gewoon het linker pijltje wat naar binnen, zodat mijn zwart wat duidelijker komt. En je ziet, het hele lichte grijs wordt ook wat beter zichtbaar, dus ik maak de foto in zijn geheel ook een klein beetje lichter door het middelste pijltje wat naar binnen te schuiven. En de absolute witwaardes ga ik ook gewoon wat aanpassen. En ik ga gewoon een klein beetje spelen totdat ik een mooi effect krijg. En ik druk op OK. Maar nu wil ik dit dus toevoegen aan mijn onderliggende laag. Als ik hem even uitzet, ik wil het bij deze laag een extra accent laten zijn. En dat doe ik door de dekking van de laag van normaal af te halen. En als ik die van normaal afhaal en ik zet hem op vermenigvuldigen, dan wordt eigenlijk gewoon het zwart ja, wat extra benadrukt. Al het witte in de foto wordt dan transparant. Je ziet goed het verschil wat die extra zwarte lijntjes doen. En eigenlijk vind ik het effect gewoon te rigoureus. Dus ik verlaag gewoon simpel de dekking van deze laag. Nou bijvoorbeeld ergens rond de 40%. En zo wordt het al een stuk subtieler. Met de filters ben ik in feite eigenlijk wel klaar. Dus ik wil deze gewoon om het overzichtelijk te houden even verbergen. En ik klik hier op de pijltjes omhoog en dan worden mijn filters ingeklapt. Wat ik nu ga doen is de foto een klein beetje tonen met een warm effect en dat ga ik doen door een nieuwe laag aan te maken. Dat doe je hieronder met dit icoontje. En ik ga twee kleuren selecteren. En die kleuren die haal ik in dit geval uit de huidtinten. Dus ik selecteer het pipetje. En de eerste kleur die ik ga selecteren, dat is een lichte huidskleur en pak niet meteen de allerlichtste. Dat vind ik op zich niet fraai, maar ik pak wel een lichte variant daarvan. En ik klik gewoon één keer met het pipetje en je ziet mijn voorgrondkleur wordt deze lichtroze kleur. Vervolgens draai ik de kleuren om, zodat wit de voorgrondkleur wordt en ik selecteer een donkere huidskleur. Niet de allerdonkerste, maar ik krijg gewoon een mooi verschil. Dus nu heb ik een donkere en een lichte huidstint en ik ga deze lege laag ga ik vullen. En dat doe ik via filter, rendering en dan kies ik voor wolken. En er wordt gewoon een algoritme op losgelaten en ik krijg dit vlekkenpatroon. Dit ziet er bij mij zo uit, dit zal er bij jou weer anders uitzien. En doe je het opnieuw, laat ik dat gewoon eens doen voor de gein. Dan krijg ik weer een net ander patroon. Dus hier eh, heb je weinig invloed op. En deze laag, deze ga ik plaatsen tussen mijn twee andere lagen. Dus ik sleep hem gewoon een klein beetje naar beneden en dan komt hij erbij te staan. Dat betekent dat mijn, mijn zwarte lijntjes, die komen erboven te liggen en die worden dus eigenlijk niet beïnvloed door dit filter. En ook van dit filter ga ik de dekkingsmodus veranderen. Deze staat wederom op normaal en hier maak ik gewoon een zwak licht van. En als ik hem nu uitzet, dan zie je eigenlijk gewoon wat er gebeurt. De huidskleurige wolken komen als een soort filter over de onderste laag te liggen. En eventueel kun je om het effect nog wat te verzachten de dekking veranderen. Ben ik op zich al een heel aardig eind. Deze lagen ga ik met z'n allen in één groep zetten door er gewoon de bovenste of de onderste te selecteren en dan de shift ingedrukt te houden en de andere uiterste te selecteren. Dan zijn ze in dit geval alle drie wat lichtgrijs en zijn ze geselecteerd. En hierboven kan ik via laag kiezen voor lagen groeperen. En ik krijg gewoon mooi één groep. En dan wil ik in dit geval eigenlijk gewoon nog een uh, kleur onder de foto hebben. En ik wil de randen daarvan laten zien. Ik ga gewoon beginnen met een volle kleur. Dat doe ik via een aanpassingslaag. Dat vind je hier bij dit zwart-witte bolletje. Als je daarop klikt, kun je hier kiezen voor volle kleur. En je krijgt dan de kleurenpikker en je kunt gewoon een kleur uitzoeken. Ik kan hem later altijd nog aanpassen, dus ik kies zeg maar een beetje voor lichtroze. En deze kleur sleep ik onder de groep neer. En je moet goed naar beneden slepen, want als je dat niet doet en je laat hem op de groep vallen, dan schiet hij in de groep. Kun je hem eventueel met Ctrl-Z nog een stap terug en het opnieuw proberen, of je kunt hem uit de groep slepen. En nu wordt het dus de bedoeling dat ik van mijn bestaande foto eigenlijk gewoon de randen laat verdwijnen, zodat die onderliggende kleur duidelijk in beeld komt. Ik selecteer de groep en ik ga daar een masker op maken. En over maskers heb ik eigenlijk al eens een keer een filmpje gemaakt, dat kun je hierboven bekijken. Maar ik, klik dus op dit witte... maar ik klik dus op dit witte rechthoekje met zwarte bolletje en ik krijg er een masker bij. En om ervoor te zorgen dat er niks in het masker te zien is, ga ik het masker vullen met zwart. En in dit geval is zwart mijn achtergrondkleur. Dus met Ctrl-backspace vul ik dat masker in één keer met zwart. Als zwart je voorgrondkleur is, dan gebruik je Alt-backspace. En wat ik nu kan gaan doen is eigenlijk gewoon in dit masker gaan tekenen waar ik allemaal foto wil laten zien. En dat doe je via de kwasten. Alleen standaard heb ik een ronde kwast. Zou ik nou bijvoorbeeld met wit gaan schilderen, dan zie je dat dat keurig tevoorschijn gaat komen. Maar de randen zijn niet zo fraai. Dus ik maak dit even ongedaan. Ik ga een andere kwast uitzoeken. En dat doe je hierboven door gewoon op dit kwastje te klikken. En dan krijg je de opties voor kwasten. Welke kwast je uit moet zoeken, dat is natuurlijk ook een heel stuk van je smaak afhankelijk. Maar ik kies er een uit de verouderde percelen. En dan kies ik er eentje bij de M-penselen. En ik ga voor, ik denk, dit vage cluster. Nee, dat is hem niet. En ik ga, denk ik, voor dit. En ik ga voor dit droge penseel met deze grootte. Nou, ik ga gewoon een keer klikken, kijken wat het is. Als het niks is, ik kan altijd nog terug. En inderdaad, ik vind het niks. Dus ik druk op Ctrl-Z. En ik ga gewoon een geschiktere kwast uitzoeken. Weerwar van driehoeken, geen idee wat het is. Ja, een echte weerwar. Dus je ziet, het is even vogelen op zoek naar de juiste kwast. Nou, geen enkel probleem. Ik ga er uiteindelijk wel eentje vinden. Ja, ik ga voor deze. Nou, ik geef hem een bepaalde grootte dat hij lekker grof is. En nu kan ik dus gewoon mijn masker aan gaan passen. Maar ga ik nu zo naar beneden en laat ik hem langzaamaan tevoorschijn komen, dan wordt het een beetje eentonig. Dus ik maak al deze stapjes even omgedaan. Ik wil eigenlijk dat mijn penseel ja, een klein beetje verspringt. Dus ik ga het Penseel-Eigenschappen-Venster erbij halen. En ik ga bij Vormdynamiek iets kiezen. En wat je dan kiest, dat is de hoek en de jitter. En dat betekent eigenlijk dat iedere klik. De hoek een klein beetje verandert. Als ik bijvoorbeeld hierboven de eerste klik neerzet en hier de tweede klik, dan zie je dat dat twee verschillende patronen zijn. En ook de ronding maak ik een klein beetje variabel, net als de grootte. En wat ik eigenlijk ga doen, ik ga eigenlijk gewoon al klikkend over mijn foto heen. En het enige waar ik me eigenlijk een beetje op concentreer, dat zijn de randen. En waarom doe ik dit klikkend en niet gewoon in één keer slepend? Nou, als ik dat wel doe, dan zie je dat mijn kwast eigenlijk niet verandert. Maar dat vond ik op zich wel belangrijk en daarom doe ik dat klikkend. En dat het midden van de foto niet zo goed zichtbaar wordt, dat maakt niet uit, dat ga ik dadelijk wel corrigeren. En ik kies nog even een ander penseel. Geen idee wat dit is. Dit ziet er ook wel leuk uit. Wederom haal ik hier ook even de eigenschappen van tevoorschijn. Want ik zet ook de vormdynamiek aan. En ik laat de hoek en de grootte ook wat variëren. Deze kwast zet ik qua dekking een klein beetje lager. Dan is hij wat minder agressief. En ik ga ook hier gewoon over mijn randen. En daarmee vermeng ik eigenlijk een klein beetje die tweede. En je ziet omdat we toch iedere keer in het midden bezig waren, komt mijn foto gewoon veel beter door. En om terug te gaan naar de oorspronkelijke kwasten. Hier bij de algemene penselen klik ik weer op zacht en rond en heb ik mijn oorspronkelijke kwast. En kun je eventueel nog gewoon een keer door het centrum van je foto. En op deze manier maak ik dus gewoon een rand. Alleen deze rand heb ik dus niet gemaakt op de laag met de kleur. Maar die heb ik dus gemaakt in het masker. Hou ik de Alt ingedrukt, dan laat ik alleen dat masker zien. Alles wat hier wit is, daar is dus mijn oorspronkelijke groep met alle filters door te zien en wat zwart is, daar is het niet op te zien. Als ik bijvoorbeeld even op het groepicoontje klik, dan ga ik terug. En eventueel kun je dus nog de onderliggende kleur door gewoon te dubbelklikken op dat kleuricoontje veranderen naar iets wat jij beter vindt passen. En zo eenvoudig is het dus om dit effect te maken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei